Elke plek in de Oude-Hollandse Waterlinie heeft natuurlijk zijn eigen bijzondere verhaal. En ik ben nu in de stad Nieuwpoort, waar ik het spannende verhaal van vrouwen Anna, Juliana, Verens en haar schat ga vertellen. Vrouwe Anna woont in de 17e eeuw op kasteel Langerak, hier niet ver vandaan. Dat gebied, noemen jullie nu geloof ik gemeente Molenlanden, ligt in die periode in de Oude-Hollandse Waterlinie. In het rampjaar 1672 wordt het land rondom Nieuwpoort dus ter verdediging expres onder water gezet. Nou, niet iedereen is daar blij mee hoor. Mijn vader is boer en hij is heel boos dat zijn land ondergelopen is. Oogst mislukt, twee erevaar. Gelukkig hebben we wat koeien naar een waterschuur kunnen brengen. Dat is een hoger gelegen stal. Maar hij is heel verdrietig en boos. Nou, de waterlinie bleek een succes. En de Staten van Holland besloten daarom om het jaar daarop de vestingwerken van Nieuwpoort totaal te versterken en te moderniseren. Kreeg 6 bastions, een gracht met onderwallen en beren met monniken erop. Midden in de stad kwam een nieuwe sluis, waarmee het achterland van Nieuwpoort onder water kon worden gezet. Nou, mooi, handig, maar ook wel gevaarlijk, want de boeren wilden natuurlijk niet dat hun land expres onder water werd gezet. En ze probeerden dat te voorkomen, bijvoorbeeld door zo'n sluis dicht te doen. De burgemeesters in die tijd hadden een goed idee. Ze verplaatsten het stadhuis een paar meter, zodat het boven op de sluis kwam te staan. Maar konden de boze boeren er niet meer bij? Een goed idee. Nou, het stadhuis en de sluis die bestaan nog steeds. Kijk maar. Het stadhuis. En daaronder de sluis. Er zijn meer sporen terug te vinden. Bijvoorbeeld de Westermolen bij Langerak. Die past ook in het verhaal. Deze molen uit 1652 heeft namelijk geholpen om de ondergelopen polders weer leeg te malen. En natuurlijk het kasteel Langerak, hier achter mij. In ieder geval, ja, het staat er niet meer. Maar in het park hebben ze de contouren van het kasteel weer zichtbaar gemaakt. En vrouwe Anna en haar man, die woonden daar. En toen de vijand aankwam, moesten ze vluchten. En men zegt wel dat vrouwe Anna haar kostbaarheden ergens begraven heeft in Nieuwpoort. Nou, of dat waar is, weet ik niet. Maar misschien kunnen jullie deze schat van Nieuwpoort wel vinden.